En ik kan me alleen maar één ding zeggen, als je nu in deze omstandigheden een huisfeest houdt, waar gewoon iedereen dat kan raden dat het niet mogelijk is om die anderhalve meter aan te houden, dan ben je een stel ASO's. Ik zeg het gewoon keihard, ben je echt een stel ASO's, doe dat nou niet. En wat helemaal niet de bedoeling was, is dat we nou eens gingen kijken of hij de coronaregels wel zou naleven. Maar ja, toen we er toch waren, toen bleek dit. Kijk, dan zie je toch een heel groot gezelschap waar ook nog eens Ankie Broekers-Knol in staat. De staatssecretaris die ze getrouwd heeft. En ja, op de trappen van het stadhuis van Bloemendaal wordt die anderhalve meter niet altijd in de acht gehouden. Wat vinden jullie hiervan? Dat is natuurlijk ook lastig bij een bruiloft. Maar ja, de man die zijn eigen regels zelf oplegt, die zou zich er wel beter aan kunnen houden. Want hij is de man van de boetes die ze uitdeelt en incasseert ook nog eens een keer. Ik laat mijn kinderen niet alleen. Ferdinand Grapperhaus. Toen bleek dit. Kijk, dan zie je toch een heel groot gezelschap. Van heel groot gezelschap. Van heel groot gezelschap. En ja, op de trappen van het stadhuis van Bloemendaal wordt die anderhalve meter niet altijd in de acht gehouden. Wat vinden jullie natuurlijk ook lastig bij een bruiloft? Maar de man die zijn eigen regels zelf oplegt, die zou zich er wel beter aan kunnen houden. Als je dit nou toch zo... Of dan weet ik niet wat gebeurt. Gehouden. Wat vinden jullie natuurlijk ook lastig bij een bruiloft? Maar ja, de man die zijn eigen regels zelf oplegt, die zou zich er wel beter aan kunnen houden. En degene, juist degene die dat soort regels oplegt, kijk, daar zie je het nog. Weinig handhaven. Die houdt een feestje. Weinig handhaven, zeg je daar. Weinig boa's. Boa's. Ja, inderdaad. Weinig handhaven, zeg je daar. Weinig boa's.